Een van de pioniers van het tijdschrift in de 18e eeuw was Jacob Campo Weyerman. Hij was betrokken bij diverse tijdschriften, bij het oprichten van diverse tijdschriften, die het over het algemeen niet zo lang hebben volgehouden, maar hij wilde wel steeds opnieuw proberen om daar een markt voor te vinden. Het is een commerciële instelling, een tijdschrift, er bestonden geen subsidies toen, dus je moest proberen door middel van jouw literatuur of jouw schrijverij, proberen dat te verkopen en daar dan wat geld mee te verdienen. Dat heeft Jacob Campo Weyerman met diverse tijdschriften geprobeerd. Het tijdschrift was een vrij nieuw fenomeen in de 18e eeuw. Dat is begonnen, het tijdschrift, aan het einde van de 17e eeuw, maar in de 18e eeuw zet zich dat door. En je zou kunnen zeggen dat 18e eeuwse tijdschrift een soort voorloper is geweest van de tijdschriften die we nu hebben. En ik denk ook trouwens, dat als er toen iets als internet was geweest, dat misschien Jacob Campo Weyerman wel filmpjes zoals deze had ingesproken. Geen idee. Hij probeerde maar wat, hij deed maar wat. En wat was nou een van die tijdschriften? Een van die tijdschriften is de Rotterdamse Hermes. Dit is een latere uitgave uiteraard en dit zijn ze dan allemaal bij elkaar. En die Rotterdamse Hermes heeft niet zo lang bestaan, van september 1720 tot september 1721, een jaar lang. Ook was het lastig om uit te maken wat nou een goede verschijningsvorm was. De eerste paar nummers verschenen 2 keer per week. En daarna werd de frequentie minder, werd het 1 keer per week. Maar werd wel het aantal bladzijden meer. Dus in het begin was het 4 bladzijden. Dat is echt een heel klein tijdschriftje eigenlijk. En later, maar wel 2 keer per week. En later werden dat dan 8 bladzijden. En die bladzijden die waren dus zo groot. Dus als je gaat kijken, zo ziet een 18e eeuws tijdschrift eruit. Tenminste, de Rotterdamse Hermes ziet er zo uit. En behoorlijk volgeschreven. En je kunt hier ook zien, dit zijn ze dus allemaal. In een fotografische reproductie, een facsimile uitgave zoals het dan heet. Met ook een apart voorblad erbij en nog een voorrede. En dit is dan het eerste exemplaar. Een beetje lastig. Is dat te zien zo? Nou, roept u maar ja, dan is dat vast wel zeker te zien. Dan zie je hier ook, er staat hier ook nummer 1. Rotterdamse Hermes, vrijdag den 13 september 1720. En wat zien we op het plaatje? Het plaatje, dat is op zich wel heel erg interessant. We zien op het plaatje Hermes te herkennen aan de stok met de slangen eromheen. We zien een slapend iemand en we zien hier een koe. Dat verwijst naar de mythe van Io. Io was een heel mooi meisje en Zeus werd verliefd op haar en wilde haar voor zijn vrouw, de oppergod Zeus, zijn vrouw Hera, wilde dat geheim houden. Dus hij veranderde Io in een koe, in een prachtige mooie witte koe. Maar Hera was ook niet helemaal achterlijk, die had dat wel door. Dus die heeft het monster Argos erop afgestuurd om die koe te bewaken. En Argos was een monster met 100 ogen en hij sliep nooit. Vervolgens stuurt Zeus Hermes, de boodschapper van de goden, erop af. En Hermes krijgt het voor elkaar om Argos in slaap te zingen. En die ogen gaan 1 voor 1 dicht en hij doodt Argos. Vervolgens overigens lepelt hij alle ogen uit, stopt hij in een zak en brengt die naar Hera. En Hera ziet al die ogen, die weet dan meteen wat er aan de hand is. En daar loopt daar zo'n pauw loopt daar ook rond en die is niet zo heel erg mooi. En Hera schenkt de ogen van Argos aan de pauw. En sinds die tijd hebben pauwen zo'n mooie staart met van die ogen. En dat is helemaal terzijde uiteraard. Maar waarom is dit toch interessant? Omdat er eerder een tijdschriftje verschenen was, namelijk de Amsterdamse Argus. Iets met Argus-ogen bekijken. En Argos, die nooit slaapt, die heel veel ogen heeft, is natuurlijk al een heel goed idee. Een heel goede metafoor of een goed symbool voor journalistiek. En voor de oplettende mens. Maar wat doet die Jacob Campo Weyerman? Die gaat concurreren met die Amsterdamse Argos. En hij gaat erna denken, oké, wie heeft Argos verslagen? Dat is Hermes. En vandaar dat hij zijn tijdschriftje Hermes heeft genoemd. De Rotterdamse Hermes, want het werd uitgegeven in Rotterdam. Of toen ook al een, animositeit was tussen Amsterdam en Rotterdam, weet ik eigenlijk niet, vast wel. Maar dat is dus, en dit is, daarom heeft hij dat de Rotterdamse Hermes genoemd. En dit is dus het eerste exemplaar. En dat ziet er dus zo uit, volgeschreven. En dan houdt het op dat het te verkrijgen is bij de boekwinkel. En hier is het nummer 2. Dinsdag, 17 september 1720. En dat gaat er door. En het interessante aan dit tijdschriftje is dat we eigenlijk helemaal niet weten waar het allemaal over gaat.
Het is dus, voor een deel is het literatuur en voor een deel is het ook een soort journalistiek. Het is een roddel. En hier hielden die mensen zich 300 jaar geleden mee bezig. En dat plaatst, en je leest het dan en denkt, ja, ik heb werkelijk geen idee. Het zijn ruzietjes. Het is soms alsof je naar een roddelblad, of je een roddelblad leest en je hebt totaal geen idee wie die mensen zijn en waar het dan precies over gaat. En dat plaatst het eigen leven natuurlijk ook weer in perspectief. Over 300 jaar gaan mensen onze kranten en tijdschriften en roddelbladen en vlogs zo lezen. En denken ook, jezus, hielden ze zich daarmee bezig? En dat is eigenlijk het leuke en het interessante aan zo'n tijdschriftje als Rotterdamse Hermes. Geen idee waar het over gaat. Ja, en toch is het interessant. Daar hielden die mensen zich echt mee bezig. Ja, dat is toch ook wel heel erg leuk.